Sebastian. Mm-hmm. Bonjour. Bonjour. Oké. Okay. Wat mijn eerste vraag is voor jou, is vanaf de winterstop ben je al hier terecht gekomen, hè? Vanaf de winterstop, hè? Ja, we zijn hier op Mercato. Steven. Oké. Okay. En hoe bevalt het je hier? Comment tu te sens ici? Comment tu te... Bah, très bien. Ça se passe super bien. Bon accueil. Les performances, ça va aussi. Donc, je peux me plaindre. Heel goed. Je bent goed verwelkom door iedereen eigenlijk. En zijn prestaties, het gaat ook hartstikke goed. Dus ik kan niet klagen. Oké. Na de vier goals tegen Dordrecht en de gelijkmaker, wat een wonderschone goal was, met een hele mooie kapbeweging. Ben jij dus een cultheld geworden, een publiekslieveling bij FC Utrecht onder de supporters, hè? We hadden het net over. Hoe ga je hiermee om met deze succes? Ja, t'as mis 4 buts contre Dordrecht et tout. Et t'as mis le, t'as égalisé contre Heracles. D'un coup, t'es devenu, tu vois, le chouchou du public. Tu vois, t'es devenu un footballeur, un joueur culte, tu vois, du club et tout. Comment est-ce que tu vis cette image-là? Enfin, c'est comment tu vis ce statut-là? Je vis ça tout naturellement et normalement. Tu vois, ça n'a rien changé à mon mode de fonctionnement et à mon mode de travail. Et c'est tout, mais c'est ça fait plaisir et ça, on va dire que ça grandit un peu, quoi. Ça donne un peu plus de confiance à ce que je fais. Heel natuurlijk eigenlijk. Omdat hij blijft gewoon doen wat hij altijd heeft gedaan. En hij geeft gewoon wat hij altijd heeft gedaan en hij werkt op dezelfde manier. Alleen hij geeft wel wat een goed gevoel bij de club en hij geeft ook heel veel vertrouwen. Oké, ja. Als je geen voetballer bent geweest, hè? Als je nou geen voetballer had geworden, want je bent een hele lange man, hè? Had je dan misschien gekozen voor basketbal? Parce que tu la sens bien celle-là ou pas? Ah, je la sens bien. Comme une maison. Vas-y, pose-moi les questions. Full tétan quand même. Il demande, tu vois, t'es assez long. Et t'es long, tu t'arrêtes jamais. Si t'avais pas été footballeur, tu vois, qu'est-ce que tu serais devenu? Est-ce que t'aurais pas pu devenir basketteur, par exemple? Est-ce que t'aurais pas voulu ou pu devenir basketteur? Voulu, ouais. Puis, je pense pas. Het gaat willen zijn, als je niet voetballer was geweest. Maar of je dat gekund had, dat denkt hij niet. Dan had je misschien in Amerika dus gespeeld. In de Major League. Je ziet que tu aurais sûrement joué en aux États-Unis, dans la Major League. Pourquoi pas? Waarom niet? Pourquoi pas, mais pour l'instant je suis à Utrecht et tâcher de faire du bon boulot. Pour le pire, c'est une Utrecht et un Probert, c'est le best à donner. Ok. Heb je al rondgelopen hier in onze statie? Heb je de stad al bekeken? Ben je al door Eduard een beetje rondgeleid in de stad? Est-ce que tu as déjà visité un petit peu? Est-ce que je t'ai déjà montré un petit peu la ville et ça? Est-ce que tu t'es baladé un petit peu dans la ville? Je me suis baladé, mais c'est pas toi qui m'as montré. Ah. On t'a découvert en direct. Hij is wel gewoon heel veel gewandeld in de stad. Niet dat ik hem de stad heb laten zien, maar hij heeft het wel gewoon gezien. Maar je bent nog niet de domtoren ingegaan? Maar t'es pas monté en haut de la tour, c'est la dome tour. C'est la grande tour que tu vois de loin. T'as pas été? Non, j'ai pas visité que ça. J'ai sorti vite fait, mais c'est... J'ai pas fait vraiment. T'as pas été en haut de la tour encore, mais bon, ça c'est une attraction, tu vois. Dis effectivement, tu es reclame, mais. Ok. Mais pourquoi pas, tu vois. Mais si tu es doute, qu'il y a plus de puffies, hein. Si tu es doute, tu as plus de puffies, mais tu as plus de power, hein. Il y a pas mal de marches et tout, tu vois. Si tu vas, prends son petit truc de Ventoline, pas problème, tu dis une petite table de Ventoline et hop, c'est reparti, tu vois. Non, ça va, je pense que. On fait assez de travail tous les jours pour pouvoir assumer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est Bertrand, un hard trainer. Il pense que tu es un peu plus puffy. Il pense. Ok, ok. Et dan heb ik nog eens even kijken. Ik heb nog wat. Want we gaan eventjes iets doen. Even kijken, maar zo zien. Oh ja, ik heb hem gewoon. Want we hebben het nou over de muziek. Ik weet niet wat voor muziek jij houdt. Ik weet niet de quelle muziek, enfin, quelle muziek t'aime. Mm-hmm. Mais. Ik hou meer van, een beetje ook van dit soort muziek, als het om trance muziek gaat. Ik aime bien la muziek un peu trance et tout.
Net als wat ik maar als hobby heb. Zo'n, weet je wat? Een beetje synthetiseren, toch wel? Ja, van Oxygen, hè. Dan gaat dat nummertje gaat van... Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik ken hem wel. Ja, kan je dat zien? Zo zegt hij eruit in zijn jonge jaren. Ja, maar ik ken hem wel. Ik ken hem wel, ja. Ja, Jean-Michel Jarre. Ken je hem ook? Ja, ik ken, de naam kent hij wel, maar hij heeft nooit geluisterd. Oké. Ja, het is lang voor zijn tijd. C'est bien avant son temps. Nou, en ik heb... Maar weet je, hier in Nederland, hier in Utrecht, zo ken je een goede Frans restaurantje. Un bon restaurant français non. Bah, veut dire, j'ai pas vraiment cherché beaucoup de restaurants. Niet heel lang uitgezocht. Voor restaurant, nog niet. Maar dat weet jij wel, toch? Ja, ja, ik ken wel een paar die lekker zijn. Oké. Maar, ja. Maar zijn vriendin kan ook goed koken, dus ik denk dat hij... Ok, le 14 février de l'an prochain, tu vois, si tu devrais peut-être réserver une petite table, tu vois, dans un restaurant français, ici, voilà. Ok, très bien. Je vais voir un petit peu. C'est ça, le peu. C'est ça, le peu. Regardez. Bedankt, Sat. Dat was het. Bedankt, Edouard. Bedankt. 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 Merci. Je vous en prie. En wat nog geleerd heb van DJ Martel, hè? Est-ce que t'as... Est-ce que t'as, ce qu'il a appris de Didier Martel? Ik heb toen vroeger, toen Didier Martel nog voetbalde bij Utrecht, heb ik van hem geleerd een zinnetje. Quand Didier Martel jouait encore ici, tu vois, il lui a appris une petite phrase. Pas de nos problèmes. Pas de nos problèmes. Pas de nos problèmes. Ja, dat zei Didier een keer tegen mij. Van, ah, bon, Didier lui a dit ça. Pas de problème. Pas de problème. Oh, pas de problème. Quel problème, toi? Nee, pas precies. De probleem. Ja. Ah, pas de probleem. Geen probleem. Oh. Oh, dus pas niet pas de probleem, maar pas probleem. Pas de probleem. Pas de probleem. Ja, okay. Dat heeft ze gezegd. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Pas de probleem. Nou, bedankt. Eduard, voor de vertaling. Merci. En jij ook. Bedankt voor het mij te woord staan. Merci. Ja, en hopelijk schud je de zondag in. Et j'espère que tu vas marquer dimanche. J'espère aussi. Et ook.